Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Scentologen. We zijn vandaag bijeengekomen samen met broeder Said en broeder Hans, Hans Bruintjes. We gaan een interview houden met Hans. Hans, heel erg bedankt dat je vandaag aanwezig kon zijn. Je bent helemaal uit Zwolle gekomen, dus alle respect voor jou dat jij hier vandaag aanwezig bent. Dus dank daarvoor. En Hans, we gaan vandaag dus een interview met jou houden. Kan je jezelf aan de kijkers voorstellen? Jazeker, ik ben Hans Bruintjes, ik ben 22 jaar, ik studeer rechten en ik ben daarnaast politiek actief voor denken. Ik ben kort geleden begonnen als columnist bij oppositie. Hoe is jouw interesse in politiek begonnen? Nou, dat begon in 2010. Toen kwam Rutte 1 met de bezuinigingsplannen op het gebied van het speciaal onderwijs. Ik zat zelf toen op speciaal onderwijs omdat ik autisme heb. En door die plannen is het aantal thuisleerlingen dat thuis zitten vergroot. Terwijl het plan van de regering was naar nul. En de leerlingen die wel onderwijs krijgen, die hebben daarvoor het ook steeds moeilijker gekregen. Oké. Even kijken. En zo ben je inderdaad begonnen met je politieke werkzaamheden. Maar wat trok DENK eigenlijk bij jou? Waarom vond jij affiniteit bij de politieke partij DENK? Het is eigenlijk een keus die puur gebaseerd is op standpunten. Niet omdat ik Koesel of Öztürk echt een leuke kerel vind ik wel. Maar dat is niet de hoofdreden dat ik ben gekeken. Ik heb wel in andere partijen ook verdiept. Ik kom zelf uit een kerk waar bijna iedereen ChristenUnie stemt. Maar toen ik in mijn zoektocht alle politieke partijen heb bekeken, kwam ik bij eigenlijk alle politieke partijen te veel dingen tegen waar ik me niet echt in kon verenigen. En op een gegeven moment heb ik het manifest van DENK gelezen en toen dacht ik van nou, dit is de partij waarop van ik lid wil worden. En is er dan bijvoorbeeld helemaal niets binnen het beleid van DENK waarvan je denkt van ah, dat vind ik toch nog wel niet goed wat ik zou willen veranderen? Of is gewoon alles gewoon perfect, past perfect binnen je plaatje? Perfect kan haast nooit, daarvoor kan men beter zelf de politiek ingaan. Ja. Maar af en toe... Dus je ziet wel eens dat Kamerleden toch wel wat onhandige uitspraken doen. Ja. Als het gaat om bijvoorbeeld ruzie zoeken in de Kamer. Ja. Je hebt ons al aangegeven van het woord dat jij christelijk bent opgevoed. En je bent ook christelijk. Hoe vond jouw omgeving eigenlijk dat jij met deze politieke partij zou bevinden? Want je bent natuurlijk erg actief, ook op social media. En je bent ook lid natuurlijk van de oppositie, jongerenpartij. Organisatie van DENK. Hoe kijk je omgeving daar eigenlijk naar? Nou, nagenoeg niemand is het met me eens en het wordt ook wel vreemd gevonden. Want met name in de wat meer orthodoxe kerken wordt het echt wel belangrijk gevonden dat de partijen waar ze dan op zouden willen stemmen, als ze partijstandpunt heeft, dat je afhankelijk van God erkent. Ja. Nou, maar dat is voor DENK niet echt een partijstandpunt, maar eerder een standpunt van een persoon zelf. En verder denk ik dat de manier waarop DENK in de media in het nieuws komt, bijvoorbeeld knip- en plakfilmpjes, ruzie tussen een Kamerlid van DENK en een Kamerlid van een andere partij, mogelijke verdachtmaking van steunen aan de regering van president Erdogan, dat ook niet echt fijne gevoelens heeft gevoed. Dus zo nu dan word ik daar ook wel op aangesproken. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Ja. Omdat je ook indirect ben je natuurlijk wel gewoon betrokken met wat er wordt gezegd binnen de politieke partij. En daar word je dan eigenlijk op afgerekend. Maar hoe ga je dan daarmee om? Als je bijvoorbeeld die kritiek krijgt, wat je net opgenoemd, hoe reageer je daarop? Hoe ga je daarmee om? Nou, dat leg ik gewoon uit van, als je iemand ziet die zegt van, nou denken is de lang arm van Ankara, leg je uit. Nee, dat is niet zo, want Kuzu die heeft Metin Çelik uitgenodigd, de huidige fractievoorzitter in Zuid-Holland. Yeah. En die heeft al een hekel aan president Erdogan toen hij nog burgemeester van Istanbul was. Okay. Blijkbaar is dat geen hindernis voor Kuzu om hem uit te nodigen. En Öztürk die heeft een keer een motie in de Tweede Kamer ingediend waarin hij verzocht om buitenlands geld naar politieke partijen te verbieden. En precies diezelfde partijen die DENK verweten dat langer arm te zijn, stemden allemaal tegen. Oh, dat is wel opvallend. Ja, dat dachten die Kamerleden dus ook. Raar toch? Dat is echt raar. Maar hoe kwam de aap dan uit de mouw als ze eigenlijk een beetje tegenstrijdige ideeën hadden? Tja, moet je niet aan mij vragen. Nee, heb jij een idee misschien hoe dat kan? Of is het een beetje lastig uit te leggen? Ja, misschien maken zij wel gebruik van die buitenlandse invloeden. Nou, de PVV in ieder geval wel. Die wordt door een Amerikaanse geldschieter betaald. Daarvan weet ik het wel. En dat is een feit dat ze dat doen? Ja, en daar zijn ze ook open over.
Oké, dus dat... Dat is het David Horowitz Freedom Center, die doneert jaarlijks 110.000 euro aan de PVV. Oké, en zo worden ze eigenlijk een beetje gesponsord door externe partijen uit het buitenland. Ja, nou ja, maar de PVV kan bijna niet anders, want volgens de wet financiering politieke partijen moet een politieke partij minimaal 1.000 leden hebben om recht te hebben op overheidssubsidie. En de PVV heeft maar 1 lid en dat is Geert Wilders. En dus zeg maar 1 lid. Ja, alleen Wilders is lid van de partij en de rest niet. Daarom heeft de partij ook geen recht op subsidie van de overheid. En dus moeten ze hun geld ergens anders vandaan halen. En hoeveel leden heeft de DENK, of weet je niet uit je hoofd? Ergens in de 3000. 3000 leden. En hoeveel heeft de jongere organisatie binnen DENK qua leden? Volgens mij boven de 100. Boven de 100. En hoe is eigenlijk de jongere organisatie van DENK? Hoe is die eigenlijk tot stand gekomen? Daar moet je niet bij mij zijn. De eerste voorzitter is nu raadslid in Rotterdam, Energiet. Die heeft stage gelopen binnen DENK. En volgens mij heeft hij van daar uit de oppositie opgericht. Okay. Nou, volgens mij kun je dat maar beter niet aan mij vragen. Nee, geen probleem. Ik denk voor de zekerheid misschien dat jij toch wat insight informatie hebt betreft de jongerenorganisatie. En was het voor jou moeilijk om eigenlijk binnen DENK te komen? Of binnen de jongerenorganisatie? Was dat lastig? Omdat natuurlijk je past in het algemeen, dus niet lelijk bedoeld, maar niet binnen het plaatje van DENK. In het algemeen van een Nederlandse christelijke jongen. Dat is heel raar eigenlijk voor DENK. Dus hoe vonden ze dat? Dat iemand die zeg maar eigenlijk buiten hun stigma zat, hoe vond ze dat eigenlijk, dat je de rest van? Dag 1 dat ik actief werd als vrijwilliger was, er al iemand die zei tegen mij, Hans, je bent een voorbeeld. En een zin, DENK heeft meer mensen als jij nodig, ontvang ik best wel vaak. Als ik met mensen binnen DENK in gesprek ben, heb ik het regelmatig over zaken die christenen aangaan. Binnen DENK kijkt er niemand er raar van op dat ik een ongebruikelijke achtergrond heb. Dat is fantastisch om te horen. Zeker. Want zo moet het eigenlijk ook zijn. Want kijk, als je bijvoorbeeld een hele christelijke partij bijvoorbeeld hebt en er komt dan een moslim binnen. Ja, dan gaan ze natuurlijk. Dan zou je denken dat ze ook raar gaan aankijken natuurlijk. Maar ik ben heel blij om te horen voor jou dat jij gewoon goed welkom bent geheten. Dat jij bent gewoon geaccepteerd als persoon en niet naar je achtergrond. En dat je ook nog eens een verrijking kan zijn voor DENK, ook nog voor jouw achterban eigenlijk, voor de christelijke. Want je had ook al een voorbeeld aangegeven aan Said voor dit gesprek over een voorbeeld voor de christelijke in volgens mij Arabische landen. Misschien dat je daar iets meer over kan vertellen? Ja, klopt. Was in een debat in de Tweede Kamer aanleiding van de moord op Samuel Paty. En toen had Kamerlid Assekam hij moet in de crisis gaan kijken naar de vrijheid van meningsuiting hier. Toen kreeg hij van iedere politieke partij, of iedere Kamerlid die toen het woord voerde, flinke kritiek. Hij kreeg het feit een terroristisch misdrijf goed te praten, de slachtoffers zijn sympathie een trap na te geven en dat soort heftige verwijten. Ja. Terwijl kort voordat dat debat er was, schreef een medewerker van Kerk in Nood, een christelijke hulporganisatie die zich inzet voor vervolgde christenen en iedere 2 jaar een rapport naar buiten brengt. En die medewerker van Kerk in Nood, die vertelde in een column dat er een duidelijke correlatie is tussen de Mohammed-cartoons in Europa en aanslagen op christen-islamitische landen. En daarom vond hij dat wij in Europa beschaafd moeten omgaan met de minderheden hier. Omdat dat gevolg heeft voor christenen in islamitische landen. En hij noemde als voorbeeld dat er kort na die moord en toen het allemaal bekend kwam in Niger meerdere aanslagen zijn gepleegd op christenen. Je hebt wel hele parate kennis op zak. Dus alsof jij in 1 stuk door zeg maar gelijk de kennis paraat hebt. Dat vind ik echt hartstikke mooi om te zien dat jij dat allemaal gewoon goed weet. Het is ook belangrijk als iemand die zich in de politiek bevindt. Want voordat je wat tegen een ander zegt, moet je natuurlijk wel weten waar je het over hebt. Je moet wel over de noodzakelijke kennis beschikken. Je moet wel weten over de feiten. Dus ik vind het heel mooi dat je dan 1 ruk door, zonder fouten, kan vertellen. Hoe kijk jij ernaar? Ja, nee, gewoon precies hetzelfde. Ik heb wel bewonderingen daarvoor. En ook, je brengt nu wel iets naar voren wat nog niet bekend is bij de mensen. En dat horen we helaas best weinig. En dat horen we eigenlijk helemaal niet. Dus de meeste mensen die roepen allemaal wat tegen elkaar. Die proberen hier en daar wat stemmen te winnen. Maar nooit wordt er echt gekeken naar de feiten. En dat is wel wat jij doet. En op basis hiervan kan je denk ik wel weer verder komen. Die uitspraken die je nu hebt gemaakt, wat er zeg maar gebeurt. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat moet je ook meenemen in je gedachten.
de gevolgen ervan, wat er kan gaan gebeuren, hoe verschillende groeperingen daarmee omgaan. En het is niet echt alleen maar wat er wordt gezegd daar in die Tweede Kamer, wat die politie daar tegen elkaar zegt, maar wat gebeurt er daaromheen? Dat is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Ja. Nou, heb je echt goed gedaan. Houd je ook bezig met het werven van nieuwe leden? Ik zelf niet zo echt. Ik heb het wel eens met bekenden over, maar ik maak eigenlijk nooit mee dat iemand denkt, hey, ik moet maar eens lid gaan worden van Denk. Ook al horen ze mijn verhaal wel aan, maar dan is het vooral dat zij op een aantal punten gewoon van mening verschillen en daarom zich fijn voelen bij een andere partij of helemaal niet de behoefte hebben om politiek actief te worden als vrijwilliger. Ja, oké. Okay. Ja, je hebt zelf eigen standpunten natuurlijk binnen het leven. Je hebt een eigen levensbeschouwing. Dat heeft iedereen. En kijk, wat je nog net hebt aangekaart, dat heb ik ook, zeg maar. Ik heb ook natuurlijk interesse in de politiek. En ik probeer te kijken welke partij past bij mijn standpunten. En zoals je net al aangaf, ik heb ook, zeg maar, moeite met het vinden van de juiste partij. Omdat ik altijd wel iets heb bij een partij waarvan ik denk, of er wordt een motie ingediend. En dan denk ik van, ja, maar daar zou ik eigenlijk nee op stemmen. En als ik dan eigenlijk op die partij zou gaan stemmen, dan stem ik eigenlijk indirect ja op een motie van die partij waarvan ik eigenlijk denk nee. Dus ik heb daar wel moeite mee, zeg maar. Alleen, tot hoeverre neem jij dat mee? Je eigen persoonlijke standpunten, neem je dat mee met de standpunten van de politieke organisatie waarbij je hoort, zit? Nou, of hou je dat gescheiden van elkaar? Nou, ik kijk wel naar hoe in de Tweede Kamer wordt gestemd. En als ik kijk naar hoe in de Tweede Kamer wordt gestemd, zie ik toch echt wel dat denken wel de van alle politieke partijen in de Tweede Kamer het vaakste voor de keuzes maakt die ik ook had willen maken. Tuurlijk, er zit wel eens een motie tussen waarvan ik denk ik zou anders stemmen. Mm-hmm. Maar ik denk dat vrij natuurlijk is. Okay. Het is echt bijna onmogelijk om het overal met iemand eens te zijn, maar dan gewoon echt overal. Ja, maar ik wil ook geen sport van maken om meteen het fout van iemand uit te gaan op het moment dat hij één keer een motie fout stemt. Misschien gaat het over een zaak waar die politicus minder affiniteit heeft en jij wel. Je kunt er altijd met een politicus erover hebben. Dat is ook het voordeel van een ledenvergadering. Okay. Dan kun je dit soort dingen bespreken. Ja, nee, dat is wel handig. Ja. Ik vroeg mij trouwens wel af hoe eigenlijk jullie naam gekomen is. Want je zou eigenlijk denken dat politieke partijen juist naar elkaar toe moeten trekken. Dus juist met elkaar moeten samenwerken. Maar als je een naam van oppositie hoort, is het juist uit elkaar. Of zeg maar tegengeluid geven. Dus hoe moet ik eigenlijk kijken naar de naam oppositie? Heb jij daar een idee over? Dat moet je niet aan mij vragen. Die naam heeft iemand anders bedacht. Volgens mij was het ook weer NS. Ik denk dat je die vraag beter aan hem moet gaan stellen. Ze moeten hem ook een keer uitnodigen. Ja, denk het wel. Ja. Maar hoe kijk jij er tegenaan als je het woord oppositie hoort? Ja, ik snap het ook wel. En eerlijk gezegd zou ik meer voelen voor de naam coalitie. Omdat dat uitgaat van het zoeken naar samenwerking. Ja. En om voorbeelden te noemen, we zijn een partij met leden vanuit alle delen van de wereld. Ik ken iemand uit Soedan, Somalië, Ethiopië, Turkije, Irak, Egypte, Suriname, Kaapverdië. Ja. Dus eigenlijk zijn jullie wereldwijd actief. Nee, maar die mensen wonen wel allemaal in Nederland gewoon, maar die zijn echt wel afkomstig uit delen van de wereld. Op die fiets. Oké. Nee, ik vind het wel echt hartstikke tof om te horen, om te zien dat jullie dus zeg maar ook dus wereldwijd ook mensen hebben die zeg maar samenhoren bij Denken. Dus dat is altijd goed om een breed publiek aan te kunnen trekken, want in Nederland hebben we nou eenmaal een multiculturele samenleving, daar zitten we nou eenmaal in, daar moeten we ook mee leren omgaan. Je hebt natuurlijk partijen die tegen een multiculturele samenleving zijn, maar ja, het punt is, hoe kan je er tegen zijn als het al er is? Dus ik vind het heel lastig om te zeggen van al die mensen met een tweede nationaliteit het land uit te kicken. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar of het binnen de Europese richtlijnen valt, durf ik niet te zeggen. Dus het is altijd een beetje lastig om daarnaar te kunnen kijken. Hoe ga je daar eigenlijk mee om van politieke partijen die daar totaal tegen zijn met migratiebeleid? Hoe kijkt Denk er tegenaan? Of hoe kijkt de jongere organisatie van Denk, hoe kijken die er tegenaan? Ja, maar we hebben in Nederland ook veel racisme. Daar moet je gewoon echt wel heel wat aan doen. Maar op heel veel verschillende manieren, bijvoorbeeld educatie. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar ons geschiedenisonderwijs. Ja. Zo nu dan wordt gewoon echt wel een beetje rooskleurig beeld gegeven van ons slavernijverleden bijvoorbeeld. En verder leer je alleen maar over de gebeurtenissen zelf en niet over wat
dit heeft voor gevolg heeft voor ontwikkelingen van vandaag. Ja. Dus eigenlijk zeg je, we moeten het hele onderwijs, met name dan de geschiedenisvakken, even onder de schop nemen. En kijken hoe dat, of dat misschien wat beter belicht kan worden. Ja, tuurlijk. En dan met name over de slavernijverleden van Nederland, de VOC-tijden. Bijvoorbeeld. En, ja, ja. Heb je ook nog andere ideeën in het onderwijs wat misschien beter kan? Dat we het, zeg maar, de manier van denken voor de Nederlanders kunnen aanpassen? Want met name de jongeren, die zijn de toekomst. En daar moeten we ons ook op vestigen. Want uiteindelijk, ja, die gaan het land leiden als wij uiteindelijk ouder worden of ja, er niet meer zijn. Dus we moeten wel natuurlijk letten op onze toekomst. Dus wat is eigenlijk de unique selling point van DENK? Hoe zou je die eigenlijk kunnen beschrijven, de unique selling point? Nou, unique selling point, nou... Het lijkt net een product. Nee, maar we hebben wel onze eigen ideeën over als het gaat om investeren in zowel de toegankelijkheid van het onderwijs door bijvoorbeeld studeren goedkoper te maken door het leenstelsel af te schaffen en de basisbeurs opnieuw in te voeren. Als het gaat om investeren in de kwaliteit van de leraren, kleinere klassen, zodat de leraren meer tijd en gelegenheid hebben voor die leerlingen. En als er extra stof nodig is voor leraar om beter onderwijs te kunnen bieden, dan moet dat ook toegankelijk zijn. En verder is DENK de enige niet-christelijke partij in de Tweede Kamer op dit moment die religieus onderwijs nog wil toestaan. Alle andere niet-christelijke partijen willen er inmiddels van af. Oh, maar heb je enig idee waar dat aan ligt? Nou, waarschijnlijk ligt dat door meer op het Cornelius Hagen Lyceum in nieuws is gekomen. Aha. Maar dat heeft toch niks met de christelijke gemeenschap te maken? Nou, af en toe komen christelijke gemeenschappen ook weer in nieuws over mogelijke anti-homo lessenmateriaal. Mm-hmm. Maar het viel me op bij het Cornelius Hagen Lyceum. Daar is weer van alles nog wat geroep over die school. Maar ondertussen heeft die school 47 rechtszaken gewonnen. Omdat het de overheid was die de ene keer bevoegdheden heeft overtreden, de andere keer de klachten niet goed kon onderbouwen. Ja. En dat wordt natuurlijk niet in de media belicht. Nee, maar dan zou ik wel goed zijn als die zorgvuldigheid met de religieuze instelling, of in dit geval Cornelius Hagen Lyceum, of reformatorische scholen, of kerkgemeenschappen, dat daar ook meer aandacht voor moet komen. De meerderheid van Nederlanders gelooft niet in God. Nee, en dat wordt ook steeds meer. Ben je daar ook bang voor dat dat echt ook een feit gaat worden, dat Nederland zich helemaal van geloof gaat ontbinden? Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ja, je weet het natuurlijk, maar nooit. Alleen, het is net wat wordt meer in het daglicht gezet. Als er bijvoorbeeld meer wordt gesproken van, ja, we moeten seculier gaan worden, we moeten lessen over godsdienst moeten we opzij gaan zetten. Kijk, als daar meer over wordt besproken, dan kan het zo zijn dat er in de toekomst natuurlijk dat mensen meer, ja, ze gaan ontbinden van het geloof. Ja, maar wat ik wel zie is dat voor zaken die onder gelovige mensen leeft, dat daar over het algemeen wel minder begrip voor is. Ja, dat is goed. En daar zal ze wel toe gaan nemen in de toekomst, daar ga ik vanuit. Maar of het nou echt gaat ontaarden in dat wij ze zomaar ooit goed gaan praten dat er hetzes worden gepleegd tegen de religieuze instellingen. Daar durf ik geen mening over te geven. Ja. Maar die tijd dat gaat gebeuren, dan ben ik waarschijnlijk niet meer. Het duurt nog eventjes, denk je. Ja, maar je weet ook nooit, het kan ooit zo omslaan. Ja, dat is zeker waar. Eigenlijk moeten we met name als mensen gewoon positief zijn. En wat ik gewoon weet en in mijn omgeving ook gewoon merk, is dat geloof mensen toch wel bij elkaar brengt. Dat je toch meer hoop hebt. Want nu helemaal met die corona toestanden. Mensen zien, het ligt niet aan het einde van de tunnel. Mensen weten gewoon niet wat ze moeten doen. Ze zijn iedere keer afhankelijk van wat de overheid te zeggen heeft. Maar dan zou je dus eigenlijk juist denken, als je toch of een hele positieve persoon bent, of iemand bent die heel gelovig is, dan heb je tenminste nog iets in het vooruitzicht. Ja, dat merk ik ook. Ja, als je dat niet hebt, dan ga je dus echt depressief raken. En wat blijkt nou ook uit peilingen, dat heel veel jongeren echt heel erg depressief beginnen te worden. Omdat ze met name dus zeg maar niet kunnen gaan afspreken met hun vrienden. Nu met de avondklok, waar we misschien zo dadelijk ook nog een video over kunnen gaan maken. Ik moet even gaan kijken. Dat ze dus ook niet s'avonds ergens naartoe kunnen gaan. Dat ze niet kunnen chillen of kunnen eten of wat dan ook. Dus het wordt heel moeilijk gemaakt voor de jongeren. Dus ik hoop echt dat dat een positieve aspect zal zijn. Dat we toch weer een beetje bij elkaar kunnen komen. Ja, maar het blijkt ook wel de laatste keer dat het interesse voor religie door de coronacrisis wel aardig is toegenomen. Ja.
ja, maar interesse voor een religie en daadwerkelijk de stap zetten om een religie aan te nemen. Dat is een groot verschil, ja. Dat is wel degelijk een verschil. Ja, ja. En dan, ik denk, de laatste vraag, tenzij je nog een belangrijke vraag wil stellen aan ons. Nee, ik denk dat we al genoeg hebben besproken. Wat zou jij binnen 5 jaar willen bereiken? Ik hoop in ieder geval dat het onderwijs toegankelijker is. En verder hoop ik ook dat wij in de Nederlandse samenleving ook meer begrip hebben voor elkaar. En dat we elkaar ook echt meer gaan respecteren, ondanks onze verschillen. Dus gewoon eigenlijk meer naar elkaar omkijken. Niet kijken naar waar we het niet mee eens zijn, maar juist kijken naar waar we het wel mee eens zijn. En als we het niet ergens mee eens zijn, kijken van hoe komt het dat we er niet mee eens zijn. Ja, en ook vooral dat we beter voor elkaar gaan zorgen. Ja, en dan met name in de zorg of gewoon in het algemeen? Echt wel in het algemeen, of nou gaat het om zorg, onderwijs, veiligheid, dus juridische zorgvuldigheid en dat soort dingen. Kan eigenlijk heel breed. Ja. Hans, we willen echt bedanken voor je komst vandaag. Je hebt heel mooi je verhaal verteld. Je hebt mooi jouw doelen uitgelegd. Je hebt mooi gezegd waar je voor staat. En ik vind het echt hartstikke tof waar je allemaal mee bezig bent. Dus respect daarvoor. Ga zo door. Zeker. Wil jij nog wat afsluitende woorden geven aan deze video? Ik bedank jou ook voor je komst natuurlijk. Echt, je bent een inspirerend persoon. En ik keek al uit naar deze gesprek. En ik volg je ook op de social media. Als in de zin van de jongere oppositieorganisatie. En voor de kijkers ook, je kan natuurlijk altijd een kijkje nemen op een pagina. Misschien wellicht iets inspirerends of waar je een mening over hebt. En, En als je vragen hebt aan Hans, prangende vraag waarvan je denkt van ik wil hier wat meer informatie over hebben. Je kan ze aan Hans gaan stellen en we zullen zijn Twitter-account ook onderaan deze video gaan zetten. Of als je deze video via Instagram bekijkt, ook bij Instagram. Jongens, wij willen bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, misschien.